Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een belangrijk debat vandaag. Voor de Kamer, voor Groningen, voor de Wadden, voor alle gedupeerden van de gaswinning. En ook een belangrijk debat voor iedereen die snel af wil van het gebruik van fossiele brandstoffen. Voorzitter, welkom in het nieuwe klimaat. Dat zei NOS-weerman Gerrit Hiemstra begin deze maand, nadat heftig noodweer over Noord-Brabant en Limburg was getrokken en ook Duitsland en Frankrijk te kampen hadden met extreem hoge waterstanden. Het was niet voor het eerst dat we te maken hadden met extreem weer en ook niet voor het laatst. De staatssecretaris van Economische Zaken is op dit moment op weg naar gebieden in Limburg, waar boeren de afgelopen dagen, zelfs weken, heel veel schade hebben geleden door extreme regen en hagel. Door de extreem natte junimaand op sommige plaatsen in de provincie Limburg viel in enkele dagen 20 centimeter regen, 4 keer zoveel als normaal in een hele maand, staan veel gewassen op ondergelopen akkers en gaan verloren voor de oogst. Een hard gelag voor deze boeren en een heel klein voorbeeld wat klimaatverandering met zich meebrengt. Ik woon zelf in Zuid-Limburg en ook zelf ben ik deze maand met emmers en dweilen in de weer geweest om een ondergelopen kelderwater vrij te maken. Brandweer en hulpdiensten moesten elke dag tientallen keren uitrukken om mensen te helpen. Verkeer moest worden omgeleid vanwege ondergelopen straten. Welkom in het nieuwe klimaat. Voorzitter, waarom begin ik mijn bijdrage in dit debat over mijnbouw en gaswinning met een verhaal over extreem weer en extreme regen? Omdat het illustreert waarom het zo belangrijk is om zo snel mogelijk van fossiele brandstof af te komen, omdat die in hoge mate bijdragen aan de opwarming van de aarde en aan de verandering van het klimaat. We hebben de ellende over onszelf afgeroepen en we moeten het probleem zelf oplossen. De grootste uitdaging voor onze generatie is het leefbaar houden van de aarde. Dat wil zeggen, we moeten voorkomen dat de aarde te ver opwarmt. De noodzakelijke aanpassing van de economie is zo drastisch dat die te vergelijken is met een ineenstorting van de Oost-Europese economieën na de val van de muur in 1989. Dat zegt onderzoeksbureau CE Delft terecht in een recent verschenen rapport. Dus als het Oostblok zich moest aanpassen naar andere vormen van economie en samenleven, zo zullen we dat met z'n allen wereldwijd ook moeten doen. We zullen onze levens zo vorm moeten geven dat deze veel minder druk op het klimaat, op de natuur, op de mogelijkheden van toekomstige generaties. Er is geen planeet B. Er is geen exit. Het leefbaar houden van onze aarde, dat belang is alles overstijgend. Alle beleid, alle wetten moeten in dit teken staan. We zullen alles met elkaar moeten ondernemen om alles moeten toetsen aan dit belang. Ook, of misschien wel juist, mijnbouw. Immers niet alleen warmt het verbranden van fossiele brandstoffen onze aarde gevaarlijk op. De winning ervan zorgt voor grote problemen voor natuur, klimaat, mens en milieu. We hebben helaas te lang niet gesproken over wat de winning van gas uit het Groningerveld eigenlijk voor mensen daar betekend heeft. Nu hebben we er veel debatten over en dat is niet meer dan terecht. We proberen de problemen die door gaswinning zijn ontstaan op te lossen. En wat natuurlijk ieders doel is, is om ervoor te zorgen dat gaswinning of zoutwinning of welke andere mijnbouwactiviteit dan ook geen problemen veroorzaakt. En daarvoor blijkt de mijnbouwwet, zoals we die vandaag bespreken, nog niet een geschikt en volledig instrument te zijn. Daarvoor zullen we de wet nog moeten veranderen, voorzitter. De mijnbouwwet is namelijk alleen een marktordeningswet. Op grond van de mijnbouwwet worden vergunningen afgegeven om proefboringen te doen, om delfstoffen te winnen of om de bodem te gebruiken om dingen op te slaan. Als afvalputje, zeg maar, zoals afvalwater in Twente voor zoveel problemen en zorgen zorgt. De mijnbouwwet is alleen maar bedoeld, dat benadrukt de minister elke keer, om ervoor te zorgen dat het bedrijf het alleen recht heeft op de winning van gas of olie in een bepaald gebied. De waarborgen voor mens en milieu, vanwege het gevaar van vervuiling van grondwater bijvoorbeeld, of om schade aan huizen door bodemdaling en aardbevingen te voorkomen, die komen helemaal niet in de mijnbouwwet voor. De toets van activiteit op een effect op milieu en gezondheid zit alleen in de omgevings- en milieuwetten. Daar is deze mijnbouwwet helemaal niet voor gemaakt. Het uitgangspunt van de wet is een doelmatige winning van onze bodemschatten. En dat is volgens de Partij voor de Dieren toch echt het verkeerde uitgangspunt. Want wat we in de praktijk namelijk zien is dat het afgeven van vergunningen voor gaswinning of voor zoutwinning, misschien wel voor schaliegaswinning in de toekomst, eigenlijk een automatisme is. Vergunningen op grond van de mijnbouwwet worden eigenlijk altijd gegeven. De minister heeft geen grond om de vergunning te weigeren, laat staan om eenmaal afgegeven vergunningen te wijzigen of in te trekken. Het zijn immers
Marktordeningsvergunningen, geen vergunningen waarbij rekening wordt gehouden met de risico's voor mens en milieu van de proefboomwinning. De Kamer heeft getracht het aan te scherpen op basis van stevige adviezen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daar zal ik later in mijn betoog nog op terugkomen. Even naar de huidige vergunningverlening. De marktordeningsvergunningen op grond van de mijnbouwwet worden dus vrijwel altijd gegeven. Ook de vergunningen die nodig zijn om daadwerkelijk te kunnen boren, namelijk de omgevingsvergunning en in sommige gevallen een natuurbeschermingswetvergunning, worden eigenlijk altijd afgegeven. Want keihard aantonen dat de voorgenomen boring onaanvaardbare risico's met zich meebrengt, is heel erg moeilijk en gebeurt in de praktijk niet of nauwelijks. En dan mag een bedrijf gewoon gaan boren naar bodemschatten die eigenlijk van ons allemaal zijn. Naar bodemschatten die, bij de winning en het gebruik ervan, ons klimaat nog verder opwarmen. Naar bodemschatten die zich onder onze huizen en naast onze drinkwatervoorraden bevinden. Met boringen die ongelooflijk veel schade met zich hebben meegebracht in de afgelopen jaren. Waarom, dat vraag ik aan de minister, is ons zoveel gelegen aan het bieden van investeringszekerheid aan bedrijven in ons land en zo weinig aan de veiligheid van mensen en de gezondheid van ons klimaat en milieu? Dat de politieke afweging om nee te zeggen tegen de aanvraag voor een mijnbouwvergunning nergens in dit proces mogelijk is. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het uitgangspunt van deze hele mijnbouwwet verkeerd. En dat is ook niet verwonderlijk. Deze mijnbouwwet uit 2002 vervangt onder meer de mijnwet uit 1810. Die werd ingevoerd onder het bewind van Napoleon. En ook in deze mijnbouwwet draait het, net als bij die vroeg 19e eeuwse mijnwet, vooral om een doelmatige winning van fossiele brandstoffen. De mijnbouwwet in 2002 is nog steeds een hele conservatieve wet. Het allergrootste verschil met de wet uit 1810 is eigenlijk nog wel dat die oude wet in het Frans is opgesteld en de mijnbouwwet in het Nederlands. Voorzitter, het is tijd voor een nieuwe wet. Een moderne 21e eeuwse wet die gericht is op de toekomst. Gericht op het leefbaar houden van de aarde in plaats van op doelmatige winning. Gericht op de transitie naar een duurzame energievoorziening. Laten we het daarom een transitiewet noemen. Zodat het wel of niet winnen van Nederlandse bodemschatten daadwerkelijk een weloverwogen beslissing kan worden in plaats van een automatisme. Dus graag een reactie van de minister op dit voorstel, want ik overweeg een motie hierop. Tot het zover is dat er een toekomstbestendige wet ligt, voorzitter, zullen we het met deze mijnbouwwet moeten doen. We bespreken twee wijzigingen van de wet vandaag. Twee wijzigingen met een lange geschiedenis. Al tientallen jaren worden miljarden kubieke meters gas per jaar in Groningen uit de grond gehaald. En dat is om met onze verslaving aan fossiele brandstoffen te voldoen en, minstens zo belangrijk, om de staatskas te vullen. Lange tijd is de veiligheid en het welzijn van de inwoners van Groningen geen factor van belang geweest. Het credo was meer en niet veiliger. Fysieke schade aan gebouwen, aantasting van het emotionele welzijn door constante stress en spanning. De gaswinning heeft diepe, diepe sporen achtergelaten in Groningen en dat doet het helaas nog steeds. Vorig jaar zag mijn fractie zich genoodzaakt om een wijziging van de mijnbouwwet, die was bedoeld om rampen zoals met de Deepwater Horizon in de Golf van Mexico te voorkomen, om die aan te grijpen om te doen wat de minister al jaren naliet, namelijk opkomen voor de belangen van de Groningers die in de tang worden gehouden door de NAM. Groningers die opgezadeld worden met schade aan hun huis en die jaren moesten leuren en vechten om die schade vergoed te krijgen. Mijn collega Ouwehand diende samen met collega Jan Vos van de Partij voor de Arbeid een amendement in dat ervoor zorgde dat slachtoffers van de schade niet meer zelf aanhoefden te tonen dat de schade aan hun huis door de gaswinning werd veroorzaakt. De bewijslast zou in het vervolg bij de NAM komen te liggen. Dat is niet meer dan logisch, aangezien de NAM, die de schade veroorzaakt, de mensen al jaren in de kou had laten staan. Mensen die er ook niet hadden om gevraagd dat hun huis, hun veilige plek waar ze trots op zijn, waar ze tijd, energie en geld in hebben gestoken, dat huis wordt beschadigd. De Kamer dringt er al heel erg lang, sinds de behandeling van de oorspronkelijke mijnbouwwet in 2001, op aan om die mensen te hulp te schieten, om hen te ontzorgen. De regering heeft het steeds geweigerd en ook nu heeft deze minister de wens van een brede meerderheid van de Kamer naast zich neergelegd. Dat ga ik uitleggen. Met de novelle heeft het aangenomen amendement, waarmee de bewijslast van bij mijnbouwschade bij de veroorzaker werd gelegd, verregaand uitgekleed.
Natuurlijk, voorzitter, heb ik ook het advies van de Raad van State gelezen. Er is echter geen sluitend juridisch kader dat stelt dat alleen bij veel meldingen sprake zou zijn van een bewijsvermoeden. Het is aan de wetgever om de strekking van de wet te bepalen. Kan de minister dat bevestigen? Hij stelt nu voor om in plaats van heel Nederland het effectgebied van de gaswinning in Groningen in aanmerking te laten komen voor het omkeren van de bewijslast. Maar wat is dat effectgebied dan precies, vraag ik de minister. En waarom wil hij deze per ministeriële regeling aanwijzen, waardoor de Kamer feitelijk buitenspel komt te staan? Klopt de inschatting van de Technische Commissie Bodembeweging dat dit gebied, als het inderdaad wordt gebaseerd op reeds erkende schadeklachten, heel klein zal zijn en ook tot grote rechtsongelijkheid zal gaan leiden? Dat de mensen aan de ene kant van de straat bij wijze van spreken wel een beroep kunnen doen op een schaderegeling en de overburen niet? En als dit vermoeden klopt, waarom heeft de minister dan voor deze ernstige beperking van het amendement gekozen? Nu laat de oplossing van de minister veel te veel mensen in de kou staan. En samen met collega's van andere fracties zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen alsnog onder die omgekeerde bewijslast te krijgen. Want alle mensen die opgezadeld worden met mijnbouwschade hebben recht op geholpen te worden in de strijd van de Groningers tegen de machtige NAM is een ongelijke strijd. Het is de strijd van David tegen Golinam. Voorzitter, laten wij David proberen te helpen om de reus Golinam op de knieën te dwingen. De beperkingen die de minister stelt aan de omkering van de bewijslast gaan echt veel te ver om dat doel te bereiken. Vandaag stellen we een nieuwe regeling voor waarbij we de omkering van de bewijslast koppelen aan de gaswinning in het Groningerveld. Na de geschiedenis van dit amendement hebben gelezen, voorzitter, moet me echt van het hart dat ik hoop om een ruimhartige opstelling van de minister. Ruimhartig naar de mensen die worden opgescheept met schade in huis. Laten we tot een zo goed mogelijke regeling komen voor hen. Dat vraag ik aan de minister via de voorzitter. Want alleen zo kunnen we uitvoering geven aan de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid om de geschonden relatie met de Groningse bevolking te herstellen. Is de minister dat met mij eens? Voorzitter, de minister heeft gezegd dat de aanbevelingen van de OVV, om de aanbevelingen van de OVV te omarmen en over te nemen, alle aanbevelingen. De wijzigingen van de mijnbouwwet die we vandaag bespreken, komt daar ook uit voort. Maar ook hier heeft de Kamer het voortouw moeten nemen, omdat de minister simpelweg niet genoeg vaart maakt. En ook hier, bij het verankeren van het veiligheidsbelang, het beter betrekken van decentrale overheden, het uitbreiden van de weigeringsgronden voor vergunningen, zwakt die minister alles af. Waarom gebeurt dat? Ik dank de collega's voor alle amendementen die op deze punten zijn ingediend om de belangen van volksgezondheid, gemeenten, waterschappen, provincies, ons drinkwater en natuurlijk de bevolking beter te borgen in de wet. Ik laat het graag dadelijk aan hen over om dit nader toe te lichten, maar ik zeg hierbij dat ik de amendementen met volle overtuiging heb medegetekend en dat ik hoop op een coöperatieve houding van de minister. Hij is namelijk ook minister van de Groningers. En dan als duveltje uit een doosje ontvingen we vorige week ook nog een nota van wijziging op de wet waarmee de opslag van CO2 in gebruik zijnde gasvelden mogelijk wordt en waarmee de minister bovendien de levenszekerheid wil vastleggen in de wet. Voorzitter, deze minister wil duidelijk geen afscheid nemen van de fossiele economie. CO2-opslag is geen oplossing voor klimaatverandering. CO2-opslag is een excuus voor kolencentrales en andere fossiele industrieën om maar door te gaan met het uitstoten van broeikasgassen. Het legitimeert hun bestaan en het legitimeert hun voortbestaan. Dat is je kop in het zand steken. Dat is in de vorige eeuw blijven leven, voorzitter. Elke euro die we in CCS, de opslag van CO2. Elke euro die we daarin investeren is een euro minder geïnvesteerd in nieuwe duurzame energie. En de minister wil nu kosten wat het kost demonstratieproject Road van de grond krijgen en wijzigt zelfs de wet om een nu nog niet bewezen techniek, waar veiligheids- en milieurisico's niet bekend zijn, om die door te drukken op kosten van de belastingbetaler. En de bedrijven Engie, het is een Frans bedrijf, dus misschien dat de Fransen wel uitspreken als Engie. De bedrijven Engie en Uniper hebben voor 3 miljard euro aan nieuwe kolencentrales gebouwd. Maar ze betalen 100 miljoen euro aan Road. Minder dan 20% van de totale kosten. Klopt dat? Vraag ik aan de minister. En klopt het dat hij zelf 150 miljoen inlegt? En dat de Europese Commissie nog meer 180 miljoen investeert?
De belastingkortingen voor bedrijven die voor onze kust naar gas willen boren zijn kennelijk nog niet genoeg als financiële injectie voor de fossiele industrie. Deze wetswijziging zorgt ervoor dat de belastingbetaler zowel via Brussel als via Den Haag meebetaalt aan het opslaan van CO2 van kolencentrales notabene. En daarmee is er ook sprake van directe staatssteun voor de productie van fossiele brandstoffen. Hoe verhoudt zich dat met het principe dat de vervuiler zou moeten betalen? En dat is een principe dat ook door het kabinet wordt omarmd. Ik stel voor dat we ophouden om de rekeningen van de vervuiler te betalen door belastingkortingen of door financiering van demonstratieprojecten of wat dan ook. Graag een reactie van de minister, voorzitter, want ik overweeg een motie op dit punt. En dan nog een vraag. Kan de minister ook bevestigen dat CO2 zal worden gebruikt om de druk in het veld te verhogen om zo meer gas te kunnen winnen? Waarmee het klimaateffect, tijdelijk klimaateffect van die CO2-opslag, dus weer deels teniet wordt gedaan. Is dat nou echt een zinvolle klimaatmaatregel? Wat de Partij voor de Dieren betreft, niet. En ik heb een amendement in voorbereiding om die wijziging van de minister op het gebied van CO2-opslag weer terug te draaien. CO2-opslag is geen nuttig instrument in de strijd tegen klimaatverandering en dat is schaliegas ook niet. De minister is schoorvoetend het akkoord gaan met een moratorium op schaliegaswinning tot 2020. Maar tegelijk zet hij de deur open voor winningen daarna door wel vast voor te sorteren op het doen van proefboringen voor wetenschappelijke doeleinden. De wet geeft de minister de mogelijkheid om delfstoffen uit te sluiten van winning per ANVB. Ik vraag de minister dan ook om de toezegging aan de Kamer om geen schaliegasboringen toe te staan tot in ieder geval 2020, om dat vast te leggen in een dergelijke ANVB. Dus graag een reactie daarop van de minister. Dan voorzitter, de Partij voor de Dieren wijst al jaren op de grote uitstoot van broeikassen die gepaard gaan met de productie van ons voedsel. Ontbossing, kunstmestgebruik voor de productie van veevoer, het gesleep met dieren en veevoer en vlees over de hele wereld, maar ook vooral de uitstoot van broeikasgassen door vee, waaronder methaan, dat draagt meer bij aan de opwarming van de aarde dan al het verkeer in de hele wereld samen. Methaan is een zeer sterk broeikasgas dat in korte tijd haar vernietigende werk doet. Maar als het ons lukt om op korte termijn de uitstoot van methaan terug te dringen, maken we een grote klapper voor het klimaat. Nou, maar methaan is niet alleen een bijproduct van de vleesindustrie. Aardgas bestaat voor het allergrootste deel uit methaan, voor meer dan 80%. Het is een extreem krachtig broeikasgas, tientallen keren krachtiger dan CO2, dus met veel meer invloed op de klimaatverandering. En wat ik zei, methaan is het hoofdproduct van de gaswinning. En het kan niet anders dan dat er veel methaan ontsnapt en in de atmosfeer terechtkomt bij de winning van datzelfde methaan, aardgas. Voorzitter, hoeveel methaan ontsnapt er jaarlijks bij de winning van gas in Nederland? Weet de minister dat? En als hij dat niet weet, zou hij dat kunnen en willen laten uitzoeken. President Obama lanceerde eerder plannen om de methaanemissies in de olie- en gassector de komende 10 jaar met 45% te reduceren. De heer Jan Vos wilde interromperen en ik keek of er een moment was om hem de gelegenheid te geven, maar dat doe ik nu. De heer Jan Vos. Voorzitter, het gaat over die CCS. Het is natuurlijk heel mooi om daar een amendement over in te zeggen, ja, dat willen we niet. En gevoelsmatig kan ik daar een heel eind in meeleven. Maar zelfs Greenpeace erkent dat de afvang en opslag van CO2 nodig zal zijn. Dus waar bevindt de Partij voor de Dieren zich dan, vraag ik hier in deze Kamer, voorzitter. We vinden dat geen goede maatregel. Het is niet echt een structurele oplossing, want je blijft inderdaad die kolengebruik waarvan af moeten en de CO2 probeer je tijdelijk op te slaan. CO2 is een zwaarder gas. Het blijft hangen. Op het moment dat het zal ontsnappen als er iets misgaat, dan blijft het hangen. Dan kan het tot verstikking leiden. Het is niet dat het weer verwaait in de atmosfeer. Dus je speelt echt met vuur. Het kan een gevaarlijke techniek zijn. Het is een onbewezen techniek. Het is met name een extreem dure techniek. En het levert, wat wij heel ongewenst vinden, bijna een veiligheidsklep, een uitlaatklep, om door te gaan met het stoken van kolen in kolencentrales. En als we echt van die kolencentrales af willen, dan moeten we het geld wat we investeren in alternatieven. En niet gaan zeggen, nou, we gaan nu miljoenen, honderden miljoenen, 500 miljoen, een half miljard gaan investeren in de opvang en opslag van CO2. Het is geen echte maatregel, het is een schijnmaatregel, het is een schaamlab. Ja. De heer Jan Vos.
Voorzitter, CCS wordt wereldwijd niet alleen ingezet bij kolencentrales, maar ook in industriële processen en bij gascentrales. En het Internationaal Energieagentschap, de Verenigde Naties, Greenpeace, iedereen erkent dat die techniek hard nodig zal zijn om nu te voorkomen dat we te veel CO2 uitstoten en om in de toekomst CO2 uit de atmosfeer te halen. Want dat element, dat belicht u niet in uw verhaal. Dus het is heel makkelijk om dit te houden, maar ik denk echt dat u zich dan bezijden de realiteit bevindt, voorzitter. De heer Wassenberg. Is dat een vraag of is het een stelling? Want ik heb net uitgebreid betoond... U mag reageren, maar het hoeft niet. Als het een, ja, ik beschouw het als een stelling. De heer Vos is het kennelijk niet met mij eens. Ik heb betoogd dat wij opslag van CO2 geen oplossing vinden. Dat we al het geld, en wat ik ook zo net betoogde, het is een hele dure techniek, dat we al het geld wat beschikbaar is en dat beschikbaar moet komen, wordt ingezet in het vervangen van die kolencentrales. Zet ze in duurzame energie en zet het niet op het oplappen van de oude technieken. Okay. U wilt iets toelichten, de heer Jan Vos. Ja, herformulerend. Met welke argumentatie denkt u het beter te weten dan het Internationaal Energieagentschap, de Verenigde Naties en Greenpeace? Voorzitter, het is een noodmaatregel. En als deze instanties deze noodmaatregel zouden we moeten doen, ik kan zeggen, die noodmaatregel willen wij niet. Wij willen het geld voor die noodmaatregel besteden aan echte alternatieven, waar we ook in de toekomst iets aan hebben. En niet iets gaan doen om te zorgen dat die kolencentrales door kunnen draaien. De heer Bosman. Ja, want... Ik zie toch wel een eenzijdige belichting, want het gaat alleen over CCS dan bij energieopwekking. Maar er zijn ook heel veel bedrijven met werkgelegenheid, waarbij mensen werk hebben, die we in de toekomst nog steeds nodig hebben. Die producten maken die we in de toekomst nog steeds nodig hebben, die CO2 uitstoten. Dat zou een prima middel kunnen zijn om die bedrijvigheid toch in stand te houden en toch de CO2 af te vangen. Wat is daar dan de redenatie van de heer Van Wassenberg? De heer Wassenberg. We kunnen niet alle CO2-uitstoot voorkomen. Ik bedoel, u en ik ademen ook CO2 uit. En er zal ook altijd bedrijvigheid zal gepaard gaan met de uitstoot van CO2. Wat we natuurlijk wel moeten doen, is de meest, laat ik zeggen, CO2-intensieve bedrijven aanpakken. En dan zeg ik, probeer dat minder CO2-intensief te maken. U zegt, ja, maar dan verdienen ook mensen hun geld. Ik kan u vertellen dat er ook heel veel mensen hun geld verdienen en steeds meer mensen hun geld gaan verdienen in de duurzame energiesector. En wat ik dus vind, is dat we grote CO2-uitstoters moeten aanpakken. Dat we de technieken die worden gebruikt minder CO2-intensief moeten maken. Dat we daar het geld op moeten zetten. Voor de duurzame alternatieven en voor de duurzame energie, dat daar dadelijk ook heel veel banen extra ontstaan. De heer Bosman. Volgens mij hoor ik dat we wel dichter bij elkaar komen, dat we dus onderkennen dat er industrie is, dat daar werkgelegenheid is, dat daar CO2-uitstoot is, dat die in de toekomst ook altijd zal blijven bestaan en dat je daar iets mee moet. En dan zegt de VVD, nou dan is CCS zeker een optie, omdat eigenlijk alle onderzoeken dat laten zien. Je kan niet gokken op één paard in deze tijd. Je zal de opslag van CO2 nodig hebben, je zal kolencentrales nodig hebben, je zal gascentrales nodig hebben, kerncentrales heb je nodig en duurzame energie. Het zal een combinatie zijn. De heer Wassenberg zei het net, het is een transitie, een transitiewet. De komende 30 jaar zullen we alles nodig hebben om datgene te doen, zodat we de economie kunnen laten draaien. Ik ben het met de heer Bosman eens dat we op verschillende paarden zullen moeten wedden. Dat doen we ook. We kunnen wedden op het paard van isolatie van huizen, wat iets heel belangrijk is. We kunnen inzetten op duurzame energie. We kunnen inzetten om de grote CO2-uitstoters, om die productietechnieken duurzamer te maken, minder CO2 uit te laten stoten. Maar CCS is wat ons betreft geen oplossing. Het is een schijnoplossing. Het is iets tijdelijks. Het kost heel erg veel geld en het levert heel erg veel onzekerheid op. Dus voor ons is CCS geen oplossing. Gaat u verder? Ik was bij methaan aangekomen, voorzitter. President Barack Obama lanceerde eerder plannen om methaanemissies in de olie- en gassector de komende 10 jaar met 45% te reduceren. In augustus vorig jaar ondertekende minister Koenders van Buitenlandse Zaken in Alaska, in bijzijn van diezelfde president Obama, verklaring waarin hij olie- en gasbedrijven oproept om lid te worden van het olie- en gassamenwerkingsverband van de Clean Air Coalition. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties, overheden, bedrijven en NGO's om methaanemissies vast te stellen en te reduceren. Maar voorzitter, wie ontbreekt er als lid, ondanks herhaalde oproepen van de minister van Buitenlandse Zaken? Shell ontbreekt, de NAM ontbreekt, de Gasunie ontbreekt.
veroorzakers van de problemen dus. Hoe kan dat, vraag ik de minister. En wat gaat hij eraan doen? Is hij bereid om een reductiedoelstelling voor de uitstoot van methaan te verbinden aan zijn instemming met het winningsplan voor Groningen en aan eventuele andere vergunningen voor gaswinning in Nederland? Dan, voorzitter, mijn allerlaatste onderwerp. Ik zie dat ik nog een kleine anderhalf minuut heb. Misschien dat ik een paar seconden overheen ga. Voorzitter, boven Groningen-Friesland ligt een prachtig en uniek natuurgebied, de Wadden. En ook dit jaar wordt dit gebied van uitzonderlijke schoonheid en waarde bedreigd door gaswinningsplannen. Vorig jaar bij Terschelling, dit jaar bij Schiermonnikoog. Voorzitter, ons Waddengebied is werelderfgoed. Iedereen die er wel eens geweest is, en zelfs ik als Limburger ben er wel eens geweest, weet in zijn hart dat we dit prachtige gebied met rust moeten laten. Er is plaats voor een zeilboot, er is plaats voor wadlopers, heb ik ook wel eens gedaan, maar er is geen plaats voor een boortoren. Werelderfgoedgebieden hebben culturele en natuurlijke waarden die uniek en onvervangbaar zijn. Deze gebieden worden beschouwd als waardevol voor de hele wereld en het wordt van groot belang geacht om deze gebieden te behouden. Niet voor niets wijst zelfs Shell erop dat sommige natuurgebieden te kwetsbaar zijn om delfstof te winnen. Het Waddengebied en Werelderfgoed Waddenzee worden beschermd en gewaardeerd juist vanwege die kwetsbare natuur. Gevolgen van bodemdaling door mijnbouw ter plekke en van zeespiegelstijging als gevolg van klimaatverandering kunnen in dit kwetsbare gebied grote gevolgen hebben. Mijnbouwactiviteiten horen wat betreft de Partij voor de Dieren gewoon niet thuis in, maar ook niet onder kwetsbare, unieke en onmisbare natuurgebieden. We moeten er dan ook voor zorgen dat die boorinstallaties niet net buiten de grens van het beschermd natuurgebied worden neergezet. Net bij Terschelling bijvoorbeeld, of net bij Schier. Dat is namelijk net buiten het beschermingsregime. En toch zijn de risico's voor de natuurgebieden zo groot dat mijn fractie zegt, dat moeten we niet doen. Ik zal ook voor een boring onder Natura 2000 en Werelderfgoedgebied uit te sluiten. Zo'n verbod sluit goed aan bij bestaand beleid van energiebedrijven die nadrukkelijk aangeven niet op zoek te gaan naar olie- en gasreserves en werelderfgoederen en deze voorraden niet te ontwikkelen. Gaat u afronden? Ja, ik geloof dat ik oorspronkelijk zelfs voor 22 minuten stond ingepland, maar dat ga ik niet halen. Maar ik heb nog ongeveer voor een driekwart minuut, voorzitter. Op deze manier kunnen we daadwerkelijk tegemoetkomen aan het brede protest op Terschelling tegen de winning van aardgas door Tulip Oil en op Schiermonnikoog tegen de winning van aardgas door het Franse bedrijf Engie. Voorzitter, ik sluit af. Fossiele brandstoffen, zoals ook ons Groninger gas, moeten we zoveel mogelijk in de grond laten zitten. Dat is essentieel om de gevaarlijke opwarming van de aarde te stoppen. En als we ons gas in de grond laten zitten, hoeven we ook niet alle problemen op te blijven lossen als we daar al toe in staat zijn. We zullen de gaswinning terug moeten schroeven. Daarover zullen we nog veel met elkaar spreken. Werk maken van energiebesparing, ik zei net tegen de heer Bosman, werk maken van de economie van de toekomst, dat moet echt absolute prioriteit hebben. En ik hoor graag van de minister vandaag hoe hij daar een nieuwe impuls aan wil geven. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor uw kompas om iets meer spreektijd mee te gunnen. Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw.